I love coming to Viravelle. This is the third time I've been to this show, and I think it's a great show to bring sort of developing horses that need good experience in a real international setting without being overly daunting to them. And every time I come to Viravelle, it's always a really fun experience and a great experience for the horses, so I will definitely be back. Je hebt hier eigenlijk van alles. Je hebt de VIP, je hebt de Riders Cup, je hebt de winkeltjes, je hebt de lounge, een cocktailbar. Dus eigenlijk is het hier van alles. Echt een heel dorp. Ik vind het een hele goede, super organisatie. Alles is, ja, gewoon alles is tot in de puntjes verzorgd. Er zijn heel veel toeschouwers. De concours heeft een heel mooie sfeer. En ja, het is gewoon een concours die toch wel tussen de beste van België mag staan. Ja. Ja, ik kom hier heel graag naartoe. Dat is al mijn derde jaar dat ik hier ben. Super sfeer hier en zo. Leuk om te rijden. Ik kom hier zeker volgend jaar nog terug. Het is een prachtig kader, prachtige wedstrijd. Dat is hoeveel volk dat er hier terug weer vandaag aanwezig is. Ja, nee. Iedereen wil hier toch wel zijn beste beentje voor zetten. Wij kunnen dit jaar rekenen op 24 nationaliteiten en wij hebben wel wat kleppers. Wij zijn toch zeer blij om onder ons Tiffany Foster te hebben, William Whittaker, nog een paar andere zeer toffe en vooral sterke Belgen hebben we hier bij ons. En dat doet ons een plezier dat die in grote getale aanwezig zijn. Wij mogen rekenen op 445 paarden op stal. Het is heel prettig, het is een heel mooi evenement, het is super georganiseerd. Het is een zeer goed deelnemersveld, elk jaar. Enkel de twee ruiters van de Olympische Spelen die hebben zich vervoegd in Rio. Al de rest is aanwezig. Ja, we hebben terug vier rankingproeven op het programma. 1 en de 2 ster, die hebben we zo net gehad in de Grand Prix. En 3 voor de 3 ster. Yeah, you know, I think the first round was difficult enough and big enough. And the second round, whenever you add speed, it always adds another level of difficulty, right? So, yeah, I think it was really good. I thought the courses were great all week, actually. Also, ich muss sagen, sehr schönes Turnier und wollte mich auch bedanken, dass ich hier reiten darf. Angefangen von den Verhältnissen Boden und Publikum und die Leute hier sind alle super nett und ich komme gerne wieder hierher. Das Wochenende war für mich bis zum großen Preis nicht ganz so glücklich gelaufen. Ich hatte eigentlich fast immer einen um, aber am Sonntag wird abgerechnet und heute großen Preis zu gewinnen ist wirklich sehr schön. Maximilian Schmidt mit Chacon 2. Dat dit een verschrikkelijk goede moeder is die keihard kon springen. Very good mother is. Well, deze veiling bestaat al, momenteel nu, dus ik denk dat de 17e editie is dat we intensief aan meemaken. En de mensen kijken wel echt goed naar de selectie van de vuilers qua moederstammen en alles die daar allemaal bewezen moederstammen zijn. En dat maakt deze veiling wel een klein beetje speciaal. Het feit dat de collectie dit jaar heel sterk is. Veel veulens met een Olympisch karakter, laten we maar zeggen. Waarbij dat de moeder of grootvader of vader of alle takken van de stamboom aanwezig zijn op de Olympische Spelen. Who's giving me 13 right now? Looking for 13. 12 I have. 12 I have and 13. Thank you. Beervelde is een jaarlijks evenement dat ik met stip aanduid in mijn kalender. Hier komt de fokkerij en de sport samen. Prachtig georganiseerd, heel mooie locatie. En zelfs fokker zijnde is het wel leuk om de veiling mee te maken. Bij B, 7 zit bij B, 7000 zit bij B en 8 bij A, 8000 bij A, F zit 9, 10 bij B. Een heel deel veulens gaan naar Belgische klanten, maar we verkopen ook een veulen naar Australië, een paar veulens naar Duitsland. USA koopt hier veulens, mensen uit het Verenigd Koninkrijk, mensen uit Ierland, Frankrijk, Saudi-Arabië, Israël en ook Nederland koopt hier een veulen. We waren een beetje aan het wedijveren aan de tafel. En ik had nummer 17, vond ik prachtig. En nummer 17 is ook serieus in prijs gegaan. Dat is een heel mooi veulke. Maar ik vind ze allemaal mooi eigenlijk.
misschien binnen een jaar of 5, 6, als ik echt niet meer werk en meer tijd heb, wie weet, nog een veulen. Ja. Derde keer, laatste keer, houd uw applaus klaar voor Quickstep. €48.000. Toegewezen. De topper dit jaar komt uit dezelfde familie als de topper vorig jaar, Quickstep van de Middelsteden. Die wordt dit jaar verkocht voor €48.000. We hebben een totale verkoopprijs van €545.000, waarvan de gemiddelde prijs per veulen, de gemiddelde verkoopprijs dan €22.542 is. Dat is €7.000 hoger dan de gemiddelde prijs van vorig jaar. We zijn hier echt heel blij mee. Alle mensen uit de regio, mensen die niks met paarden te maken hebben, is het om te netwerken, is het om te genieten. Wij willen iedereen bij ons een goed gevoel geven. Wel, ik denk dat dit een zeer gemoedelijk en een zeer familiaal gebeurtenis. Zeer gemoedelijk en toch op een internationaal niveau. Wij organiseren op zaterdagnamiddag een family day. Kabouter Plop was hier, we hebben ons eigen mascottes, er was kindergriem, ponyritten. We hebben ook gekozen voor Sergio Herman. Het was een heel nieuw concept. Mensen konden ook intekenen, een mooi ticketje. Heel lekkere keuken, zelf geproefd, dus fantastisch. En uiteindelijk voor herhaling vatbaar. Heel veel is vertegenwoordigd, maar uiteindelijk toch wel in een heel ontspannen sfeer. Wat ik wel belangrijk vind. Het moet allemaal een beetje ontspannen zijn. Hè? Niet de upper stiff class. En dat is het niet. En dus is het heel aangenaam. Voor ons is Jumping Beerveld een van de mooiste jumpings in België eigenlijk, waar dat er een heel mooie cliënteel is. Zowel mensen die hier in de VIP komen eten, als ruiters die hier 4 dagen springen. En dat zijn mensen die voor ons zeker potentiële klanten kunnen zijn. Dus het is zeer, zeer leuk om hier aanwezig te zijn. Uiteindelijk gaan we zien eigenlijk dat we gestart zijn 10, 12 jaar geleden met 3, 4 standhouders. En momenteel al 50, dat is eigenlijk het paardengerelateerde materiaal, maar ook onze VIP-standen. En dat gaat van juwelen, kledij, caviar, reizen. Wij doen nu echt jaar mee, zoals je zei, dat dit eigenlijk wel het topjaar is geweest. We hebben het weer mee gehad. Naar met de Vuto is dat natuurlijk, omdat hij al repetitief hier al zoveel staat, kunnen we toch zien dat de mensen terugkomen voor de juwelen, voor de ambiënten hier. Het is een mooi gegeven. Iedereen is enthousiast, iedereen heeft er zin in, ook 's avonds. Ja, ze zijn wel enthousiast, dan zeggen ze altijd, we gaan een auto kopen. Maar dan zeggen wij, komt een dag daarna eens terug. Ja, ik heb de indruk dat die allemaal van mooie wagens houden. Iedereen die van paarden houdt, houdt van mooie wagens. Ja, ons uitgangsbord is ook eigenlijk het netwerkevent. Laat ons dat duidelijk stellen. Dat we eigenlijk mensen samenbrengen aan tafel, laten genieten, culinair. Maar ook eigenlijk netwerken, elkaar leren kennen. We hebben mensen uitgenodigd van verschillende landen om enerzijds ook een stukje van België te laten zien, van wat de sportwereld is. En we hebben onze eigen cryptocurrency munt eigenlijk opgericht, wat toch wel ook een nieuw middel van betalen is voor de toekomst. En we willen dat eigenlijk een klein beetje op een mooie manier tot de mensen brengen. En business meets pleasure, dat is altijd de beste manier, denk ik. Dit is uiteraard een heel belangrijk evenement voor ons. Als je weet dat wij toch een paar duizend mensen cateren over de volledige 4 dagen in verschillende formules. Maar dat is eigenlijk onze core business. Dus wij houden van de uitdaging om grote evenementen te gaan doen. En vooral met een VIP-gehalte zoals dat hier in Beerveld is toch voor ons toch redelijk ongezien ook.
Vlaanders House Event is voor ons een heel fijn evenement om aanwezig te zijn. Het is een familiegebeuren. We zijn er ondertussen ook al voor de 10e editie bij. En naast het familiegebeuren, de leuke jumping zelf, heb je dan ook de avondevenementen. Waar altijd kan genetwerkt worden. En wij linken onze naam heel graag aan het Vlaanders House Event. Omdat zowel zij als wij voor hoogstaande kwaliteit staan en elk jaar weer voor vernieuwing zorgen. Wij zijn eigenlijk al teruggestart naar 2017. Wij zullen hetzelfde weekend normaal gezien present zijn en terug hetzelfde niveau dat wij proberen te halen.